weet zeker dat jij niet sneller een like kan geven dan dat ik mijzelf verander in Woody of Buzz Lightyear om vervolgens deze Piggy Obby te halen. Ik ben namelijk uitgedaagd om een Obby te halen van Piggy als speelgoed zijnde. En laat Woody en Buzz Lightyear nou net onder de categorie speelgoed vallen. De like challenge begint. Als jij sneller bent met like, heb je extra geluk in je leven. Maar als ik sneller ben, heb ik jou verslagen in deze like challenge. Oh my gosh, wat? This is amazing, bro. Oké, ik ben op dit moment Buzz Lightyear. En het is dus een soort van de bedoeling dat ik probeer om deze obby van Piggy te halen. En weet je wat het is? Kijk, speelgoed is iets wat iedereen amazing vindt. Er is bijna geen enkel iemand, geen enkel persoon, geen enkel dier, geen enkele alien, ik ben een alien, die speelgoed niet cool vindt. Ik bedoel, zie het zo, ook volwassen mensen hebben vaak toch bepaald soort speelgoed wat ze cool vinden. Of het nou bijvoorbeeld verzamelplaatjes zijn of iets anders. Het is er nou eenmaal. Misschien vinden ze slime niet leuk omdat het waarschijnlijk in de vloerbedekking komt te zitten. En ze dan heel de vloer eruit moeten halen. Maar dat terzijde, speelgoed is amazing. En mijn vraag is dan ook, wat is jouw favoriete speelgoed? En misschien een belangrijkere vraag nog wel. Valt een telefoon en een iPad en misschien een game als Roblox onder speelgoed? Maar de reden dat ik me dat afvraag is, zeg maar, het is elektronica, right? Maar waar gebruiken we het voor om mee te spelen? Je speelt een spelletje op je mobiel. Maakt een mobiel dat dan speelgoed? Of is het juist gewoon de applicatie op de mobiel die je als speelgoed moet zien? Oh, dit is verwarrend. In ieder geval, het is de bedoeling dat ik probeer om niet af te gaan. Zolang ik namelijk niet afga, kan ik blijven spelen als Buzz Lightyear. Wanneer ik wel afga, kan dat niet. Kan dat niet. Oké. Nou ja, laat ik wel even gelijk het voordeel aankaarten. Dat is een tip. Als er iets gebeurt wat misschien iets minder is, er zit soms ook wel een voordeel aan vast. En dat is dat ik waarschijnlijk hier aan deze kant sowieso was afgegaan. Want dit ziet eruit als een obby die... Oké, misschien niet. Ja, ik heb het zojuist gewoon verpest. Oké, jammer, I guess. Maar at the same time, als je zelf spelen is natuurlijk ook wel leuk. Weet je, misschien moet ik gewoon eens een keer kijken of ik een karakter zoals Buzz Lightyear of Woody gewoon zelf kan maken. Ja, gewoon via de Roblox catalogus. Er zijn serieus mensen, dat is trouwens wel interessant. Het is mogelijk om je eigen item te verkopen in een Roblox catalogus. Maar hoe dan? Als jij een fantastisch idee hebt voor een Roblox item en je weet dat op de juiste manier uit te werken, dan is er een kans dat Roblox jou de mogelijkheid geeft om het in de Roblox winkel te plaatsen. Which means dat mensen jouw item misschien wel kopen en jij er Robux voor krijgt. Dat is nice. Dat is definitely nice. I mean, like, Robux. Wie houdt er nou niet van Robux? Iedereen houdt van Robux, behalve mijn wiskunde leren. Nou, misschien mijn wiskunde leraar ook wel, want er zijn zelfs, en ja, ik zeg het niet graag, maar wiskundespullen in de Roblox catalogus. Echt van elk soort onderwerp is er wel iets in de Roblox catalog te vinden. Nevertheless, hoe duur zou een fidget spinner zijn in dit spel? 300 Robux? You are kidding me! Dat is één van de duurste... Dat is niet één van de... Dat is de duurste fidget spinner die ik ooit heb gezien. Dat is geen redelijke prijsspel. Come on! Nou, aan de andere kant ik... Oh my gosh. Oké, zeg maar alsjeblieft dat een stage overslaan... Oké. Een stage overslaan is super saiyan duur. En deze obby begint irritant te worden. Is er niet een betere obby? Oh my gosh. Oké, deze obby ziet er, naar mijn idee, al een stukje beter uit. Oh nee. Oh nee. Oh my gosh, het was een teleporter. Oké, wacht. Is dit niet Temple Run? Escape Piggy for a surprise staat hier in beeld. Wacht, wat? Ik had het toevallig net wel over mobiele telefoons en applicaties, dus... Is dit een teken? Is dit een teken? Wow, en er zijn letterlijk iPhones. Oké, misschien is dit een teken dat Piggy heel erg houdt dat Piggy... You are kidding me. Oh my gosh. Dat gebeurt niet vaak, dat ik letterlijk een meerkeuzelevel in één keer haal. Maar misschien is dit een teken dat Piggy heel erg houdt van Temple Run. Temple Run is zo'n typisch spel waarvan heel veel mensen proberen om het wereldrecord erin te halen. Maar makkelijk, dat is het niet. Oké, there we go. Nice. Alright, sounds good. Ik ben wel benieuwd wat er gebeurt als ik dit heb gehaald. Er staat namelijk dat er een verrassing wacht op het moment dat wij de obby halen. En laat dat nou net aan de orde zijn. Let's do this.
Oh my god, ik word letterlijk doorgeteleporteerd naar een stomme tycoon. Ja, sorry. Oké, ik zit nu in een of ander gezonken schip. En ik hoop dat deze obby wat leuker is dan de tycoon waar ik zojuist naartoe werd gestuurd. En ik weet het, ik heb de tycoon in eerste instantie geen eens uitgetest. Maar het ding is meer, ik speel een obby vandaag. Het is niet de bedoeling dat ik ineens in een tycoon zit. Op zich, als het een leuke tycoon is, had ik het wel gedaan. Maar het was geen piggy tycoon of een baldy tycoon of een... Tycoon. Het was gewoon zo'n random tycoon waarbij ze hopen dat je Robux uitgeeft. Hashtag Roblox Life. In ieder geval, deze obby ziet er naar mijn idee best wel gaaf uit. Het is dus letterlijk een soort van onderwater obby. Misschien is dit wel Atlantis. En misschien is dat daar dus wel de troon van koning Neptunus. Ik heb geen idee, maar de obby die ziet er cool uit. En laser 1, laser 2, laser 3, laser 4, laser 5, laser 6, die is ook hier. Let's go. Nou, in ieder geval, het is wel een eentonige obby. Het is letterlijk elke keer gewoon weer de bedoeling dat je ergens overheen springt. En dat is het you are totally kidding me right now. Je gaat me niet vertellen dat ik serieus dacht dat dit een epische obby zou zijn en dat dit het einde van de obby is. Come on! Oké, dit ziet er al een stukje beter uit. Hey, het is Baldi! En SpongeBob! En Sonic! Alright, that's pretty cool. Nou, het is dus de bedoeling dat ik probeer om simpelweg niet af te gaan. En dat is misschien een stukje makkelijker gezegd dan gedaan, maar ik kan het op zich proberen. Dat is meestal waar het om gaat. Dat je dingen gewoon probeert. In eerste instantie, wat is dit? Nee, ik hoef geen fidget spinner voor 125 Robux. Laat me met rust! Kijk, weet je, soms dan is het zo dat je natuurlijk het liefst zou zien dat je ergens gelijk in slaagt. En dat is begrijpelijk, maar... Het is niet altijd mogelijk, you know. Soms is het juist goed om iets te doen wat dan niet gelijk werkt. Zodat je er ook leert beter in te worden. Denk ik. Nee, ik heb geen idee. Ik ben maar gewoon een jongen met een meloen aan de kam, oké? In ieder geval, wat is dit voor obby? Deze obby heeft zoveel verschillende soorten onderwerpen. Ik zie Mario, ik zie meneer Krabs, ik zie Pikachu en Dominus. I see everything. En it's pretty dope. En wauw. Oké. Zeg maar, hier hou ik van. Dat moment dat je eigenlijk een meerkeuzelevel speelt. Maar je hem gewoon in één keer kunt halen. Omdat je simpelweg bepaalde sprongen overslaat. It's pretty dope, bro. It's pretty dope. Oké, there we go. Ik spring. Weet je wat ik doe? Ik spring. Heb ik al gezegd dat ik spring? Ooit? Heb ik gesprongen. Oké, there we go. En yes. Oké, ik heb de mogelijkheid om de volledige server op te blazen. Voor 1000 Robux. Waarom zou je dat doen? Ik heb geen idee. Vraag het aan het spel. Het is een mogelijkheid in het spel. Zeg maar, soms snap ik de dingen niet waar je Robux voor kunt betalen. Zijn er echt mensen die 1000 Robux uitgeven zodat ze de server kunnen laten exploderen? In welk opzicht is dat nou weer logisch? Hier, heb je 1000 Robux. Waarvoor? Gewoon, zodat alles opblaast. Ah, dat is meer iets voor een bad guy. Ja, weet je wat het is? Een bad guy zou eigenlijk weer niet eerlijk de 1000 Robux betalen. Dus die zou gewoon de server sowieso opblazen zonder dat hij een Game Pass haalt. Nee, maar ik snap het wel. Zeg maar, je betaalt 1000 Robux en op dit moment zit ik alleen in het spel. Maar als er dan meer mensen zouden zijn, dan zou de joke zeg maar zijn dat iedereen afgaat. Het is een slechte joke misschien, maar het is de joke, you know. Oké, there we go. Ik ben bij level 25. Op zich, ik ben geloof ik best wel snel. Ik weet het niet zeker. Level 25, that's pretty decent. Alleen wat ik wel merk aan dit spel, en dat vind ik echt een heel stuk minder, is dat levels zichzelf herhalen. Zie je, soms heb je Roblox-obbies waarbij elk level uniek is ten opzichte van een ander. En hier is dat niet zo. Dit is geloof ik al de derde keer dat ik over loopbanden heen loop. Maar dat is goed voor je. Ja, dat zal wel, maar dit is een game, oké? Ik hoef geen online conditie. Of eigenlijk wel. Wauw, dat zou best gaaf zijn. Stel je voor dat je gewoon een soort van online stamina hebt. Die je gewoon kunt uitbreiden. Dus hoe zeg je dat? Een soort van online uithoudingsvermogen. Would be pretty amazing. Oké, there we go. Ja, nee, niet dus. Oké, dan is het de rechter. Nee, ook niet. Oké, dan is het de middelste. Oké, dan is het de linker. Ja. En dan is het nu de rechter. Ja. En dan gaan we nu verder. Zeg het niet, Job. Ja, ik zei het wel. Oké. Wauw, oh, deze Dominus is zo gaaf. Maar dat is ook een ding, hè. Er gaat een gerucht dat er een Creepypasta Dominus contest wordt gehouden. En nu denk je misschien, een Creepypasta Dominus contest, wat is dat nou weer? Nou, het is eigenlijk gewoon een wedstrijd waarbij elke Creepypasta een Dominus meebrengt, gebaseerd op zichzelf. Om vervolgens te kijken welke Dominus het meest episch is van allemaal. Zie, je zou bijvoorbeeld een Slender Dominus hebben. Een zwart-witte Dominus zonder gezicht. Een Baldy Dominus. Een Dominus waarvan de zijkanten linealen zijn. Of misschien wel een John Doe Dominus. Eentje die helemaal geel is, want John Doe draagt altijd hetzelfde shirt. Ja, ik heb de obby gehaald. En er gebeurt niks. Ik kan een iPhone X kopen voor 100 Robux.
Weet je, het is verleidelijk, maar ik heb gewoon zo'n idee. 1, dat ik hem niet krijg. En 2, waarom zou ik 100 Robux betalen voor een telefoon die ik niet eens kan gebruiken? Dat is een goede vraag. Ja, dit was een leuke hobby, maar ik heb ze beter meegemaakt. Adios.